technici. En die heb ik toen gevraagd of die bas zou spelen. Nou, Jan en ik gingen toen een halfjaartje daarna naar Griekenland. Toen kwam ik een jongen tegen met een hele kromme duim in het vliegtuig. Toen zei ik, goh, jij speelt vast gitaar. Nou, dat klopte. En zo heb ik iedereen bij elkaar geplukt. Nou, toen hebben we ongeveer een jaar lang gerepeteerd. En toen ons eerste optreden hadden we 13 liedjes. En nu zijn we inmiddels 17 jaar verder. Ja, zo is het gekomen. En wat leuk dat de meeste mensen nog zitten eigenlijk. Ja, ja, dus Joop en Maarten en ik, wij zijn dus echt al 17 jaar bij elkaar. En Toon zit er volgens mij ook wel 8 jaar bij of zo. Hartstikke leuk. Ja, is echt. Maar je had nooit de ambitie om zangeres te worden? Nee. Heb je een zangles of zo? Nee, ja, ik heb wel zangles gehad tussendoor, maar niet... Nee. En dat iedereen mee? Hoor. Want ik was 28 toen ik begon inderdaad. Ja. En hoe oud ben jij ook? 37 of heel even. Oh ja, maar dat is wat zender. Ja, tot in juni. Ja, die spiegel Ja, ik heb maar één spiegel. Het is mijn eyeliner, liefje. Het is heel precies werkje. Moet je niet heen. We zitten af en toe op zulke gekke plekken tussen de bierkratten in het hok. Schuurhok achter met zo'n vervormd plastic spiegeltje. Dat op een gegeven moment doe je het met je ogen dicht. Dan is het even makkelijker in. Geweldig. Ah, lijkt me ook. Ja, dat is ook heel leuk. Vooral als de sfeer ook leuk. Ja, maar dit is gewoon, dit is zo'n hechte band. Het is gewoon echt een band, weet je wel. De meeste bandjes blijven natuurlijk, hoe daarom staan ze ook al zo lang. Ja, wel succesvol. En succesvol ook, maar dat die vaste kern zo lang bij elkaar is. Hoe vaak maak je dat nou mee, een bandje zo? Ja, dat merk ik wel. Hou me vast. Het is natuurlijk ook... Nou, heel klein beetje. We gaan je ogen schoon. Een mooie laarsjes hebben. Ja? Ik ben zo jaloers. Zijn het zingen zijn? Mooi. Ik geloof zo voor de rompost. Doe nou ook? Haar om mijn tanden. Hè? Ik ga ze even opplakken. Ja. Heb je niet eens verse wimpers? Nee hoor. Professioneel! Je verwacht dat het erop zit. Ja, dat is wel een uitvinding, hè, die valse wimpers. Nou. Je hoeft ook nooit meer de smerige mascara op te doen. Zou dat zo vies dat erop plakken? Ja, en het is zo. Film zien hoe die wimpers er van boven af uitzien. Dat is natuurlijk wel aardig. Dat zie ik niet. We blijven je trouw. Uno. Weet je wel door, hoe heet hij nou? Oekel, chef van Oekel. Oh! En je maakt nu zelf ook liedjes? Ja, we hebben ooit een Nederlandstalige LP opgenomen. Oh, leuk! Zo
bandje geven. I just want you.
Uitstekend. Als ik. Ja, nee hoor, helemaal niet. Ik kan ze ook niet. Als ik 35 jaar getrouwd ben, mogen ze bij mij komen spelen. Dan heb ik een moordavond hoor. Ja, echt waar. En mijn neef mag ook komen. Ik ken jullie ook. Ja? Maar wat zeggen we? Want anders staan we lul hier aan natuurlijk. Ik ken jullie wel. Ja, nee. Tikkeltje. We hebben ze wel eens meer gehoord, maar. Ja. Zeg dan wat. Heel goed, ja. Heel goed. Ja. Ja, het is gewoon leuke muziek. Ja. Het is wel goed. Ik vind het fijn ook. Ja. Ja, zeker. Ja, daar ben ik. Ja. Nee, zang is goed, ja. Nee, nee, nee. Zeg dan wat. Nee, de zang is goed. Zangeressen zijn ook heel goed. Ja. En heel vet. Ja. Mijn nicht. Jan, ben je maar je lijkt op Lia, ben je familie? Nee. Nee, gelukkig niet. Wel familie van Jan. Maar die is eruit. Ja, maar die ben ik. Die zit er nu niet meer in. Oh, je hebt het over mij. Jan, wie is eruit? Wat doet hij nu? Rentenieren. Okay. Rentenieren. Hartrockband. Oh, ja. Ja. Zeg dan wat je. Kun je niet klappen? Ja! Goed zo! Hoe vind je de muziek? Hoe vind je leuk de muziek? Ja? Meer komt er niet uit. Ja, de muziek? Ja, heel leuk, maar zorg dat er niet meer uitkomt. Chicago to LA, more than 2,000 miles on the road.
your face, I'm ready to say. When it comes to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City, Utah. Er moet één ding van mijn hart uit. Het volgende liedje is werkelijk om te janken. Werkelijk. Dus here's my story, it's sad but true. It's about the girl that I once knew. She took my love and ran around. And every single guy in town. What's going on in there? Now when I'm out peeping out the smoky cloud behind the green door, behind the green door, watching till the morning comes creeping.
I'm a lover, so everybody loves me.
anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a pony. Let's go to the hospital.
breakaway, but please don't scoot. Vanavond. Nou, ben jij er? Het is buiten genoeg, denk ik niet. Nee, ze zijn allemaal halve mannen. Hi. Hallo. Hoe vind je het hier? Vreselijk. Wat is zij de zus van Twiggy? Twiggy? Ja. Ja, nee, ik doe mijn best, maar... Vind je de muziek? Ja, vreselijk vind ik het. Yeah.
For how would I feel by the end of the day? Bij het podium staat de telefoon van Lia achterop. Oké.
from the prison, they sure hide it. Hold me back, just right in my way. Het ziet er wel zeer professioneel uit. Jan. Wat deed jij bij Pink Petticoat? Wat deed ik bij Pink Petticoat? Ik was gitarist bij Pink Petticoat. Ik was gitarist. Ben je dat nou weer dan? Tja. Moeilijke vraag. Omdat ze te veel in Appingedam speelden. Ik zit nu in een band die heet Hart voor de Zaak. Dat is alleen maar harde muziek. Wat zeg je? Nee, nog niet. We hebben alleen maar gerepeteerd. Wel heel hard. Beetje wel.
Hoe lang heb je erbij gezeten? 12,5 jaar. 12,5 jaar. Van het begin. Ik ben heel goed. In het echte leven werk ik in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Als print. Als print van de zaak. Mark. Is dat goed? Ja, het is heel professioneel dit. Nou, ik laat mezelf zien. Ja, het is echt wel een diepteonderzoek dit. Yeah.
Thank you.
better knock, knock, knock on wood. Think I better knock. Dankjewel. En onze hand gaat het hebben over Just Because. Oh ja? Ja, dat is zo, Hans. Oh. Thank you.
Just stay true.
so bad. Everybody seems to mad me. But coming to me, I feel better. Even this old man looks good. Nothing else that's the truth. I'm all out working for the rich man. He has changed every Monday. Yeah, I might be mad. I don't love you.
Bye.